Boerenstadsens is een organisatie die, we zeggen dat op de website heel netjes, met een betekenisvolle relatie willen met het land rond de stad. Dus wij willen contact, zeg maar, met de groeiprocessen en met wat de boeren doen. En nu, we zitten natuurlijk in de stad, we kopen ons eten in de Albert Heijn, terwijl er heel veel gebeurt voor eten. En wij vinden het heel fijn om die relatie te leggen met het land rond de stad. Deze gebeurtenis is eigenlijk een voorbeeld van wat wij het liefst op zo'n plek, dit is eigenlijk in de stad, net buiten de stad, wat we op zo'n plek heel graag zouden willen. Dus daarom is deze gebeurtenis georganiseerd. Het gevoel van, nou ja, je eten zelf ophalen, klaarmaken, dat soort dingen, dat willen wij hebben laten zien vandaag. Nou, de organisatie bestaat kort en het is eigenlijk de wens van de stad. Mm-hmm. Het is de wens van de stad naar de boeren toe, naar het land rond de stad. En het bestaat nu 2-3 jaar en we hebben denk ik 100 leden. Ik weet niet hoeveel leden we hebben. En we maken allerlei... Eigenlijk zijn we begonnen met tochtjes naar boerderijen. Dan waren we met 20 volwassenen, 20 kindjes. En dan gingen we naar een boerderij toe. En dan hadden we de boer gebeld van mogen we langskomen. Ja, is goed. En dan een uur zondagmiddag, een uurtje in de stal praten, een uurtje op het veld. En iedereen was blij. En dat is wat ik eigenlijk vandaag ook weer voel. De blijheid van de mensen. Het is gewoon fijn om een beetje contact te hebben met de processen op het land. De doelstelling van de Boerenstadswens? Nou, om kinderen, volwassenen, om samen met boeren, zeg maar, een beetje ons leven vorm te geven en dat ook samen te doen. Nou, we hebben een project boerderijeducatie. Dat is een heel groot project. En er zijn nu 15 boeren rond Amsterdam die dit jaar 150 klassen van de basisscholen ontvangen. Dus er rijden bussen, er gaan echt nu op grote schaal gaan de klassen naar de boerderij om een dag mee te werken. Dit is een gebied eigenlijk. Deze boerderij is in handen van het stadsdeel. En in dit gebied zijn we nu aan het nadenken van hoe we een vorm van agrarische recreatie, noem ik het altijd maar, hoe stedelingen in contact kunnen komen met de voedselproductie. En de stand nu is eigenlijk dat mensen gevraagd wordt om mee te denken van hey, hoe zullen we dat gaan doen? Dus het is een redelijk open situatie. Nou, meedoen met de Boerenstadsens. Ze kunnen lid worden van de Boerenstadsens en dan blijven ze op de hoogte. En meedoen met dit soort activiteiten en mensen leren kennen en zelf ook met projecten beginnen. Ik bedoel, en ook meedenken over hoe we als Amsterdam, zeg maar, met ons land rond de stad omgaan. Nou ja, ik ben natuurlijk super blij dat we zo'n prachtige dag hebben gehad. En dit was wel een voorbeeld van wat we als Boerenstadsens graag willen. Dat je gewoon, ja, op de boerderij, met de boeren, met het eten, zelf geoogst. Dat gewoon een heel bijzonder gevoel is. En dat je inderdaad, als je zelf contact hebt met dat voedsel uit de grond halen, dat dat toch echt anders is als bij de Albert Heijn weghalen. Dus ik heb het gevoel dat mensen dat gevoeld hebben en daar ben ik natuurlijk hartstikke blij om. Ik denk dat het heel belangrijk is voor de boeren die hier nog zijn, dat zij een afzetmarkt hebben. Dus op dit moment zie je dat ze heel veel koeien hebben weg moeten doen, dat de bedrijven steeds kleiner worden, dat de pachtgronden dat het heel veel geld kost om hier te blijven boeren. En eigenlijk zou er een systeem moeten komen, denk ik, waardoor mensen lokaal hier vlakbij, die in de stad wonen, meer van de boer zouden moeten kopen. Waardoor eigenlijk er een soort lokale kleine markt ontstaat. En ik denk dat dat heel erg goed zou zijn, ook om het boerenleven weer een nieuwe spirit te geven. Je ziet het al een beetje zo, dat boerenbedrijven kleine winkeltjes hebben. Maar het is allemaal heel kleinschalig en ik denk dat dat groter aangepakt zou moeten worden. Waardoor boeren een garantie hebben om te kunnen blijven bestaan. Ja, maar toch gewoon veel aandacht geven en het aantrekkelijk maken voor mensen uit de stad. Dit vaker organiseren. Andere natuurgebieden. Veel meer ruimte geven. Gewoon om zulke dingetjes. Dus ze kunnen zulke dingen organiseren om bedrijven tegen te houden. Nee, geen kantoor en bedrijven. Liever een leuke boerderij waar je biologisch eten. Ik kan alleen maar aan handtekeningen en zo denken, maar dat is dan een beetje standaard. Ja, ik zou proberen die mensen die gebouwen willen neerzetten te overtuigen dat er boerderijen moeten blijven waardoor biologisch eten wordt verbouwd. En
Ja, want er zijn niet zo heel veel boerderijen waar eten wordt verbouwd. En er is wel plek nodig om groenten en fruit en alles te verbouwen. Ecologisch, biologisch, dat ze dat gaan doen. Want bedrijven zijn er volgens mij genoeg. En als je kijkt naar de luchtvervuiling, de milieuvervuiling, denk ik dat we nu echt de natuur in moeten om het te kunnen redden. En mensen hier brengen, is ze weer bekendmaken met wat we vroeger al kenden. He? Gewoon weer evenwicht in ons leven. Binnen zitten is leuk, maar buiten krijg je energie. Mensen, de natuur in. Bedrijven, daar kennen we genoeg. De winkel zit vol, de lucht zit vol, de bodem zit vol. Nu moeten we even aan onszelf gaan denken. De opwarming van de aarde, dat moeten we tegengaan. Dus hier geen bedrijven. Ik zou zeggen dat er meer reclame gemaakt moet worden. Op scholen, buurthuizen. Waar ouders komen om te zeggen van, dit is een boerderij, hier wat we elke dag hebben is eten. Dat we hier moeten komen om dankbaar te zijn van dat we het ook nu zelf gezond kunnen houden op ons bordje. Ik denk dat mensen op dit moment heel veel behoefte hebben eigenlijk aan rustige, schone plekken. Het is natuurlijk een feit dat er op dit moment heel veel een hele natuurbeweging actief is. En dat groen natuurmilieu wordt steeds belangrijker. En ik denk ook dat mensen in de stad daar heel veel behoefte aan hebben. Want je ziet dat de steden steeds groter worden. Dat de boeren weggedrukt worden. En eigenlijk is er een verlangen naar het platteland en naar de rust. En ik denk dat het heel belangrijk is dat dat behouden blijft. Of op een bepaalde manier wordt veranderd, zodat het weer aantrekkelijk wordt gemaakt. Ik vind het een heel leuk initiatief en ik vind het altijd heel leuk om naar de activiteit van Boerenstadswens te gaan. Daar doen wij alle moeite voor. En het is vooral de Lutkemeer die bedreigd is. De laatste tijd krijgen we ook wat steun van Boerenstadswens. Die vinden dat onze akkers, die liggen verderop met hele vruchtbare klei, dat die ook bij de tuinen van West getrokken moeten worden. Kantoren en bedrijven heb je natuurlijk ook nodig, maar er zijn voldoende andere plekken waar die staan. Dus, en een beetje zo in het groen kunnen zitten is ook heel belangrijk. En die biologische producten maken voor de mensen in de stad is ook belangrijk. Dus, waar staan we plaatsen? Ik vind het goed dat er zo'n plek is. Wat ik gehoord heb is dat ze heel veel activiteiten wil doen waar mensen samen in de natuur, samen met elkaar leuke dingen gaan doen. En dat is gewoon heel mooi, want mensen doen te weinig samen. Ze leren elkaar niet kennen. En het mooie is, je leert de verschillende culturen kennen. Je hebt van alles. Boerderijen. Nee, ik wil dit gewoon niet kwijt voor een kantoor. Om mensen bewust te maken dat er in zo'n vlakbij, naast de stad, zo'n mooie, zo'n mooie boerderij is. Ik weet niet zoveel wat er in mijn omgeving te verkopen stond. Nu vandaag heb ik dat gemerkt en ontdekt. Je kan niet 1, 2, 3 ergens naartoe gaan als je niet weet. En nu weet ik waar en ongeveer wat ik moet hebben. Ik wil gewoon dat ik natuur, vriendelijk met de natuur moet omgaan. Niet alleen maar het gebouw. Want een mens is zo hebberig dat wij niet waarderen wat we hebben. Als dit natuur niet bestaat, dan hebben wij geen leven meer. Ik vind het zonde dat er nu zoveel kantoor gebouwd is dat niet gebruikt is. Je kan 1 meter ook gebruiken en ook 10 meter gebruiken, maar ik ga voor 1 meter. Okay.